ik bespreek het zoveel mogelijk met mijn vrienden als ze daar voor openstaan. Dus ik zeg het heel vaak langs mijn neus weg. Of bijna elk gesprek op onze leeftijd is sowieso het einde een onderwerp van gesprek. In mijn omgeving tenminste. En dan laat ik altijd even iets over de coöperatie vallen. Of over dat je de regie in eigen hand kan nemen. En dat ik daar ook maatregelen voor genomen heb. En als ze erop in willen gaan, soms zeggen ze, oh, hoe dan en wat dan? En kan ik daar ook lid van worden? En dan geef ik ze de website en dan zeg ik, nou ja, je kan het allemaal zelf doen. Je kan het hele scenario zelf doen. En anderen die laten het gewoon vallen, die laten het liggen en die zeggen er niks over. En ik ben geen zendeling. Dus dat vind ik ook goed. Ik heb een zoon. Kleinkinderen. Kleinkinderen die willen daar nooit iets van horen. Dat wil zeggen dat ze zeggen, nou Bassie, want ze noemen me allemaal Bassie daar. Nou Bassie, jij gaat helemaal nooit dood. Dan zeg ik, nou jongens, dat gaat toch een keer gebeuren. Ik ben nu 81, dus er komt een moment dat ik natuurlijk doodga. En weet wel dat ik niet heel erg lang heel erg ziek wil zijn. Of heel erg in de war. Mijn zoon weet er alles van. En mijn schoondochter. Die weten ook wat hij moet doen. Dus ik heb ook een levenstestament gemaakt waarin ik... Maar goed, daar staat in dat de dokter... Dat ligt ook bij de arts. En ligt bij hem. En dat ik geen IC en geen reanimatie wil. Ja, dat reanimatie moet je geloof ik nog tatoeëren ongeveer op je borst. Wil je het echt voorkomen? Maar die weten heel goed wat ik wil en zijn het daar ook volkomen mee eens. De kleinkinderen is natuurlijk lastiger. Maar helemaal geen geheim hoor. Helemaal niet. Maar dat is voor hun geen fijn onderwerp. Daar zijn ze nog veel te ontvankelijk voor. Weet je, ik heb allemaal prachtige grote verhalen over hoe ik zou willen dat het gaat als het zover is. Maar die verhalen zijn allemaal in de luxe dat ik het gevoel heb dat het nog niet zover is. Dus dan zeg je, nou, ik hoop dat ik goed afscheid neem en ik hoop dat ik alles goed achterlaat. En ik hoop dat mijn dierbaren bij me zijn als het zover is. Maar ik weet eigenlijk niet hoe ik zal reageren als ik voor mezelf heb besloten... Dit pad ga ik niet op. Als ik bijvoorbeeld Alzheimer krijg of dement word en ik voel dat aankomen. Nu zeg ik nou, never. Hè. Dat is echt het laatste wat ik wil. Ik bedoel, een dodelijke ziekte met alle steun en palliatieve hulp die je krijgt, kan ik geloof ik wel aan. De ontluistering daarvan een beetje. Maar de geestelijke ontluistering niet. Maar je weet het niet. Op het moment dat je het krijgt, dan zijn de gegevens anders en dan is de luxe tijd voorbij. En dan zeg je misschien, ik hang aan het leven. Ik ga desnoods een inrichting in of een verpleeghuis in, waarvan ik nu zeg, nooit. Dus ik weet het niet.